Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend en het is echt veel te koud buiten. We hebben tot nu toe natuurlijk niet zo'n zware winter gehad, maar vanochtend lag er overal ijs en alle auto's moesten gekrapt worden. En ik hou niet van dit soort weer. Maar goed, ik zal het ermee moeten doen. Blaas ik het liefst een luchtbedje op en zet de verwarming op 30 graden. En ga er in mijn bikini met mijn ogen dicht op liggen. Dat ik het gevoel heb dat het zomer is. Maar helaas werkt het leven niet zo en heb ik daar geen tijd voor. Dus ik ben nu even thee aan het zetten. En dan ga ik even opwarmen. En dan alle dagelijkse dingen doen. Waar ik nooit zin in heb. Die ik wel altijd moet doen. En één goed nieuws dingetje. Het is bijna weekend en daar heb ik echt heel veel zin in. Even 2 dagen niet vroeg opstaan voor school. Daar kijk ik altijd heel erg naar uit. Dus dat. Ik zit onderweg in de auto. Ik ga Sarah uit school ophalen. Heel de tijd bezig geweest, ook nog met de kleding. Het is echt veel als je het dan in één keer allemaal moet doen. Maar goed, ik ben een heel eind. Dus dat moet goed komen. Het is echt druk. Dat is irritant. Iedereen wil altijd tegelijk op de weg. Maar goed, dus even naar zwemles en daarna is het dan echt weekend. En ik ben er zo aan toe. Ik vind het echt sinds de kerstvakantie zo vermoeiend om er vroeg op te staan. En dan zeker 's ochtends de deur uit. Het is zo verschrikkelijk koud. Ik ben echt niet gemaakt voor de kou. Oké. Ik stop deze voor de zeebaan. Dan gaat de man echt met een paar honden keihard overrennen. Ja. Dat kan ook. Zo, wij zijn terug uit zwemles. En ik hou altijd die camera. Nou, ik krijg hem niet rechter. Dus we zullen het er even mee moeten doen. Ja, Sarah heeft deze. Ik zal hem even laten zien. Dit is een unicorn uit een ei. Ik ga hem uithalen. En ik had al een vaas met water neergezet. En dan duurt het geloof ik 2 tot 3 dagen voor die uitkomt. En dat is magisch tegenwoordig, die eieren. Dus die gaat Sarah in het water leggen. En moet je hem eigenlijk andersom, weet je nog? Dat de lucht eruit kan, dat er water in kan. Dan gaat hij gewoon sneller. Zal ik even helpen? Oh, pak anders even de keukenhanddoek. Dan kunnen we onze handjes afdrogen. Zo, nou blijft hij goed op de bodem liggen. En daar zijn we dan mee klaar. En dan lijkt hij heel erg dik nu. Het lijkt een heel groot ei, hè? Die zetten we daar wel even op de kast achter ons. Zal ik hem even pakken? Zetten we hem hier. Zet hem daar even goed. Even je handjes goed afdrogen. En we hebben weer helden van de keukenstickers. En het is wel leuk, want er staan heel veel YouTubers ook in het boek. En wij maken dit natuurlijk ook voor YouTube. Dus die gaan we openmaken en even erin doen. Nee, kijk, je kan het beter eerst even open scheuren. Dat staat er ook. Kijk, eerst de buitenhandjes. Doe jij maar met die. Dan doe je ze eerst de ene kant opvouwen. Het randje precies over het stippeltjeslijntje. Ja. Ja, dan doe je hem goed aandrijven overal. En dan doe je hem helemaal precies de andere kant eerst helemaal nog op. Is dat de andere kant? Ik had het niet gezien. Oké. Doe je ook helemaal. En dan kan je hem er goed afscheuren. Dat meisje met die ster. Kijk, die meisje is mooi. Ja, dat is Masha van Beautygloss. Heel meisje, dat was. Ja. Ja. Dit kunnen we dus. Ja, die doen we later. Kijk, dat zijn wel dezelfde. Stop maar heel even. Ik ben een sticker aan het scheuren. Ja, daarom zei ik. Volgens mij het alleen nog het randje. Misschien kan jij de nummertjes op stapeltjes leggen. Kijk, deze begint met een 6. Nee, zo. Een 6. Dus dit zijn alle 6'tjes. Deze begint met een 7. Dus dit is de stapel begint met een 7. Deze begint met een 5. Nee, eerst is met 2. Oh nee, trouwens wel. 5. Dus dit is 5. 5, 6, 7. Waar begint hij mee? De 0. Dan leggen we die hier. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar begint hij mee? Met 7. Nee. 3. Ja. En dit was 0. 1, 2, 3. Ja. En deze begint met een 5. Ja, waar hebben we die? Waar is het van hier? Heel goed. Oké, gaan we beginnen met het eerste stapeltje met de 0. Dat is nummer 3, maar die hadden we ook al, hè? Zie je het? Die hebben we al. Dus die leggen we op het dubbele stapeltje. En wat hebben we dan? Wat hebben we dan bij het stapeltje van 0? Welk nummer is dat? Dat is 0. 07. Hey. Is dat die? Ja. Moet ik hem in plakken of doe jij het? Ik vind het niet erg als het één. Kijk, ik kan het wel. Ja, doe het samen. Kijk, doe het samen. Ik help je. Nee, ik kan het zo. Iets opzij. Heel goed. Rustig kijken. Dat deed ik. Kom maar. Nee, jij mag. Oh. Kijk, hij is toch een beetje scheef. Maar dat maakt niet uit. Kijk, dat is het volgende nummertje. Het is 94. 94. Andersom. 49. Goed zo. Kijk, die hebben we hier. Het is 49. Bij haar. Moet ik hem nog? Haal je hem eraf? Jules Schillenhover. En welk nummer is dat? 51. Die hadden we al, zie je? Dat is een dubbele. Nee. Je hebt het toch net geplakt, of niet? Niet. Heb je nee, nog niet geplakt? Nee. Oh. Nee. Oh nee, klopt. Ja, klopt. Weet je wie dit is? Kun je dit lezen, dit eerste woord? Nee, dat is geen L. Dat is een E. Ronnie. En dan? Ronnie. Ronnie Vlies. Nee, dat is een E. Laat je goed. Ronnie Flex. Flex. En dan gaat mama weer handig proberen te zijn. 7, 35, 37, 40, 45, 49. We hebben wel veel gedaan, hè? We hebben er heel veel gedaan. Dan gaan we zo. En dit uitgevoerd. Ja. 51, 52, 57, 62, 72, 72. En dan ga ik weer het lijstje bijwerken, want het is zoveel makkelijker. Deze laat ik dus bij de hand daar snel mee zijn. Wie is dat? Papa. Ja. Hey. Hier is dat beeld. Ja, je vader is er. Hallo. Je komt dan een beetje in beeld, papa. Oh, je komt in beeld. Het is alweer 's avonds laat en ik ga naar bed. Ik heb heel de avond zitten editen en ik zet nu net mijn laptop uit. En ik heb natuurlijk pas een heleboel extra video's opgenomen. Dus die moeten allemaal online. En de vlogs liggen nu op het moment een beetje achter. Dat moet allemaal bijgedraaid worden. Gelukkig heb ik er wel hoop bij. Ik heb net een hele lange video voor het grootste gedeelte klaargemaakt. En die moet nog wel afgemaakt worden. Maar voor het grootste gedeelte is die klaar. En dan kan die ook bijna online. Dus dat. Daar ben ik wel blij om als die online staat. En hopelijk ben ik snel weer helemaal bij. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik ben een beetje overbelicht, maar dat vind ik niet erg. Want dat betekent dat er hele lekkere zon schijnt. En daar ben ik wel aan toe, aan zon. Want het is zo koud buiten. Ik heb al aardig wat dingetjes gedaan deze ochtend. Even lekker thee aan het zetten. En we hebben straks een verjaardag, dus daar gaan we heen. Van Tanja natuurlijk. Ja, en Sarah die heeft hier de hele keuken overgenomen. Dus dat is één troep. Dus dat moeten we zo nog wel even opruimen. En ik ga nog even verder met de kleding. En dat gaat verder heel goed. Dus dat is top. Dus ik ga nog even haasten. Zo, dus even snel nog wat editen voor we zo weggaan. Alleen heb ik daar een kleine spruit verstopt zitten die me er heel erg van afhoudt. Die was de hele tijd lief aan het spelen. Totdat ik dus iets wilde gaan editen. Oh, ga je nu weer spelen? Je bent een grappenmaker. Nee. Hopen dat ik echt snel al die extra video's online kan krijgen. Dus daar ben ik even hard aan bezig. En er moet nog veel meer opgenomen worden. Ik heb een hele planning gemaakt wat ik wil doen. Dus ik ben benieuwd wat jullie er allemaal ook van gaan vinden. Dus ik ga daar heel hard aan de slag. En we'll see. En we zijn eindelijk onderweg. Ik vind mezelf heel stoer, want het is geloof ik -2. En we zijn op de fiets, maar het is niet zo ver. En ik heb 2 kinderen achterop. Sarah en mijn kleinkind. Dus even snel doorfietsen. Oké, jongens, is hij bezig? Oké, is hij bezig met vloggen? Oké, dan gaan we zeggen: hallo! Wij zijn op mijn feestje, hè? Is leuk, gezellig. Ja. Ja? Ik ben 11 jaar geworden, leuk hè? Ik ben ondertussen alweer even thuis van de verjaardag en dat was echt heel gezellig. En ik heb zitten editen en ik ga nu een video renderen. En dan hoop ik hem nog op te kunnen uploaden voor ik dadelijk naar bed ga. En hij is nu aan het optellen hoe lang hij er nog over gaat doen. Dus dat gaat echt net even spannend worden. Deze video staat al online. Als jullie deze vlog kijken, dit is de 20 Random Facts About Me video. Dus ik ben wel benieuwd of jullie die gezien hebben. Laat hieronder even weten of je dat hebt gedaan. Dat vind ik wel leuk om te weten. En anders kijk hem natuurlijk even. En ik heb van de verjaardag net chippies meegepikt. En ik had er al 2 gepikt. Maar ik denk eerst even die video afmaken. En ik heb wat een tik. Dan ga ik ze eerst op kleur eten. En dan ga ik eerst die gele eruit eten. En dan de rode. Waarom weet ik niet. Ik deed dat als kind al. Maar ik vind dat gewoon leuk. En ik doe dat altijd. Doen jullie dat ook? Of heeft iemand andere rare eettics? Ik vind dat wel grappig. Ik heb altijd iets met kleuren. Ook met eten. Dus laat ook even weten. Dat vind ik wel heel erg grappig om te weten. Nou, deze is nog aan het opstellen. Dus dat weet ik zo. Dat wordt even spannend, maar we zullen het zien. En ik ga nu heel even tv kijken en dan ga ik kijken hoe lang het volhoud om alleen even tv te kijken. Goedemiddag, het is zondagmiddag. Vanochtend niet gevlogd, we hebben gewoon heel erg rustig aan gedaan, heel lang in bed gelegen en alles. Sarah die gaat zo even met mijn ouders boodschappen doen, dat vond ze heel erg leuk. Dus ze had mijn moeder gebeld. En ik blijf dan even alleen, mijn moeder is ook weg. Maar ik had al... bedacht wat ik dan goed kon doen. Dat laat ik zo maar zien. Ik ga Sarah nu even zorgen dat het klaar is. En dan hoe wil je het zo verder. Sarah is weg. Dus ik ben helemaal alleen thuis nu. En toen dacht ik, als ik nou al mijn tassen even naar beneden haal. Dan ga ik die uitzoeken. Ga ik ook kijken wat daarvan weg kan. En als ik het red, neem ik ook even een bag collection op. Dat is misschien wel leuk. Ik heb de shoe stash ook gedaan. Die staat, ja, die moet online al staan. Ik denk dan is dat misschien ook wel leuk. Maar dan moet ik wel even gaan opschieten. Kijken of ik dat red. Ik heb ook alle dustbags erbij gezocht. Dus even alles weer compleet maken. Sommige tassen draag ik ook niet meer hengsel. Dus die heb ik allemaal los. Dus dat ga ik even allemaal uitzoeken. En dan... ja, kijken of ik die video op kan nemen en de rest ga ik ook verkopen wat ik niet wil. Dus die neem ik dan niet op in de video. Dus ik ga even haasten. En we hebben een paar dagen geleden natuurlijk Serre de ei in het water gezet. En hij is helemaal aan het uitkomen. Ik zal het nog even laten zien. Serre heeft heel veel haast. Kijk, hij komt eruit. Hij is even barsten. Dus we willen hem er heel graag wel uithalen. Even omdraaien, andersom. Oh, zo kan ook. En dan even nog andersom. Anders is heel de tafel doorweekt. En leg hem op de keukenrol. Dan kan je hem nu verder uit gaan halen. Ah, dat heb er niet zo erg goed aan. Ja, ik doe hem dadelijk ook nog even onder de kraan afspoelen voor je. Het is wel spannend wat erin zit, hè? Ja, een unicorn. Een eekhoorn. Het lijkt ook wel echt een baby. Oh, een eenhoorn. Eerst mocht ik dat niet zeggen van jou. Ja. Wauw, hij is wel echt heel mooi, hè? Maar volgens mij heeft ze ook nog een nest. Is het een nest? Ja, dit is toch? Oh. Of kan ik dat niet breken? Even kijken. Hij zit daar aan vast. Ja, hij zit een beetje klem. Kijk, zijn benen worden geboren. Kijk, er zit altijd van het spul aan waar hij aan vastgeplakt zat. En dat krijgen we er nooit helemaal af. Nou, kijk. De unicorn. Gefeliciteerd, mama. Pak hem maar. Gaan we hem even afspoelen om de kraan samen met jouw handjes. En deze is dit ei. Ja, dat is de andere helft van het ei, hè? Ja, maar daar mag zij in. Ik ga wassen. Ik zit alweer heel de avond te editen. Ik heb net een video af en die ga ik morgenochtend even renderen. Want anders laat ik mijn computer heel de nacht aan en daar ben ik nooit zo heel fan van. Maar die video is af en ik heb alle beelden verder ingeladen. Dus nog hoop uitzoeken en dan naar de volgende video. Maar dat wordt morgenavond. Het is nu al wat later, dus ik ga zo naar bed. Dus ik wil nog wel even de vlog afsluiten. Leuk dat je weer gekeken hebt. Abonneer je hieronder als je dat nog niet gedaan hebt. Geef natuurlijk ook even een duimpje omhoog. En dan zien jullie de volgende vlog weer. Doei! Heb je nou je zin? Ja. Ja, lekker hè? Weer onderweg naar school. Ja, jij hebt de tijd van je leven.